Yo guys, Let's hier met vandaag een nieuwe video en vandaag een nieuwe let's play. Maar niet zomaar een let's play. Dit is de eerste let's play zonder fucking blokjes. Dus daar wat vrij speciaal voor mij is. Maar dit is ook een belangrijke let's play omdat dit de laatste Half-Life 1 let's play is voor Half-Life 2. Maar het maakt niet uit, wij gaan gewoon een nieuw game doen. We hebben training room, we hebben easy en we hebben medium. We gaan gewoon medium doen. Dat is wel mijn moeilijkheidsgraad, denk ik. We gaan er gewoon naar beginnen. Let's go. Half-Life Good morning, Blue Shift. And welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the comfort and convenience of Black Mesa residents and visitors to the Black Mesa Research Facility. Dus deze keer is in Half-Life Blue Shift. The time is 8:40. Het is een perspectief van de militair. En nu kijk ik een perspectief van de landmanneke. Dus dat is een begin. Dus dat wil zeggen dat we nu meters. Fuck it up. Ik heb een meter op de train. Daar heb ik ook missen op Half-Life 2. From the area 8 topside dormitories to the central transit hub in area 9. Please keep your limbs inside the train at all times. Hey, it's Professor Dizelabia, that is. Until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain safe. If it is necessary to exit the train, disabled passengers should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Ja, wat ik zou zeggen is dat we deze keer door de ogen kijken van. If your intended destination is a high security area beyond sector C, you will need to board a high security train at the central transit hub. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system. You must report to Black Mesa personnel for processing before you will be admitted to the high security branch of the transit system. If you wish to transfer to the sector B or C medium security lines, you may do so before you reach the central transit hub at the Area 9 security checkpoint. Access to the medium security branch of the transit system is for employees of the Black Mesa Research Facility and authorized visitors only, and requires that you wear your security badge at all times. Wanneer gaat u waarschijnlijk afhaken, man? Filipino. Hey, hello. Friend like you. Man. Hey, Calhoun. Looks like we're in for a long day today. Ik ben Barney. Have a good one, Calhoun. Hey. This train is now transferring to the sector C of the transit system. This is a medium security area of the Black Mesa facility. Be sure to wear your identification badge at all times. Is that a security officer? Is he a militair this was? Start je hier niet als Gordon? Denk het wel. Hier start je als Gordon. Jawel, vrij zeker van. Vrij. Dat is hem nou toch niet. Dat is hem nou toch niet. Zou dat Gordon zijn? Oh fuck, mijn teams zijn niet op de fly. Ik ga hier even uitstappen. Als ik hier mag uitstappen. Ja. Zou ik er effectief kunnen doorvallen? Okay. Ja, gaat u maar door. Zie je nooit meer. Hold on a minute. The door's not responding to your pass ID. Ja. Ah, maar nu kunnen we zien of dat Gordon is of niet. Wacht, hè. Bent u Gordon of niet? Is dat Gordon? Ja, dat is Gordon! Waar is hij met zijn player? Dat is gewoon motherfucking Gordon Freeman van Half-Life 1. Oké, I think I got it. Oh, that's fucking cool. Ah, nice. Sorry about that, Calhoun.
We've been having problems all over the facility this morning. System crashes, security malfunctions. It's a wonder this whole place hasn't shut down yet. EA servers. Of Fortnite servers. Of for all Ubisoft servers. Hallo? Ja, ik ga zeggen dat niks is. Zal ik iets naar hier lopen, zeker? Hier is ook niks te zien. Allee, is hier aan mijn naam niet. Allee, is hier dit niet te zien. Op deze moment zijn de monstertjes nog niet uitgebroken. Dus het speelt zich maar 10 minuten of zo af. 5 minuten misschien voor Half-Life. Nice of you to show up this morning, Calhoun. Yeah, I know. Problems with the access system. Hope you're ready for a long shift. Oeh, ja. Blue shift. See what you did there. Ah, wacht, misschien moet ik inderdaad al doorlopen of zo. Nou, we zien hier naald te zien. Aha! Kal. Hey, wacht, wat? Wie zou dat zijn? Oké, dat is al fucking eng. Ja, laat eerlijk zijn, dat is fucking eng. Wat de hel? Gewoon een flops in Half-Life. Zie, ik ga eens opzoeken wie dat is en dan zal ik het. Oh, now what? Looks like some people are having problems with the main access lift in Sector G. Why don't you go over there and see what you can do? Waar kunt je die knopjes gebruiken? Oh, jammer. Oké. Okay. I can't access my files. I can't answer my mail. I haven't even... Oh, lol. Rip die man. Maar nee, ik ga eens opzoeken in Half-Life Blue Shift. Ik ga een video zoeken over Half-Life Blue Shift om... ja, achter te komen wie dat is. Dat hef die in Barney zijn locker staat. In de game gaan ze wel de hele tijd Calhoun zeggen tegen mij, maar eigenlijk is mijn naam Barney Calhoun. Ja, Calhoun is gewoon mijn achternaam. En ik ben gewoon authorized personal, dus ik moet niet elke keer een laborant gaan vragen zoals een posing voor Half-Life 1, want nu kan ik dat zelf gewoon doen, snap je? Dus dat is wel fucking cool. Allee, wat is hier nou te doen? Hey, Gordon! Holy foo! Hè? Zie, dus dit is letterlijk in de eerste aflevering van Half-Life 1 ding. Dat heel interessant is als je na deze video nog eens de eerste aflevering gaat zien van Half-Life 1. Ik zal ook een infokaart zetten. Heel interessant, denk ik. Oké, nou, niks speciaal. Een gast die naar zijn donut aan het kijken is, ja. Mooi. Oh ja. Ja, een leuke player model dat je hebt. Dus dat is dus effectief. Dus er zijn ook effectief andere mensen geweest buiten Gordon die zijn HIV-suit hadden. Maar die zijn dus allemaal doodgegaan in Sen. En dan moet je natuurlijk de aflevering van Sen zien van Half-Life 1. Dat snap je met verschillende lesbien die connecteren zo aan elkaar. En dat is wel fucking cool. Dat is met Outlet en Outlet Whistleblower was dat ook. En dat is gewoon fucking cool. Snap je? Daarom is het zo leuk om een hele franchise let's playen. En effectief vanaf het begin te beginnen, zodat je allemaal van die... Ja, snap je? Ik snap dat niet zo. Mensen die van die let's play starten. En ze starten dan bijvoorbeeld al direct met Far Cry 4. Ik zeg maar iets. Ja, dan denk ik van, ik speel dan eerst Far Cry 1, 2, 3. Trouwens, hier was die camera. Is daar een camera? Nee, dat is fucking eng. We keken hier door, man. Er is geen camera. Hierdoor. Wacht, maar ik heb een gun. Misschien moet ik eerst een gun gaan halen bij die guy hier inderdaad. Dat is wel handig. How's it going? Goed. Dan geef mij die shotgun maar. Here you go, Calhoun. Pfff. Allee. I know you're not on the schedule for a couple more days, but if you want to squeeze in a few shots in the range, there's plenty of room. Nee joh, ik heb die training niet nodig. Merci. Ik krijg echt wel blood, dus dat is goed. Kan ik zijn wonen pakken? Nee, jongens. Maar okay, ik ga niet in de shooting range. Ik hou die bullets wel bij. Voor waarvoor het echt te doen is. Het is ook zo leuk om gewoon een Black Mesa rond te lopen als er nog niks mis was. Natte, als iedereen gewoon zo chill is. Ja, nu mag ik wel terug naar beneden. Neem ik aan. Ja. En ik nu effectief naar hier moet gaan. Niet naar jou. Future. Je ziet, dat is ook van Half-Life 1 daar. Dat is
naast de kamer waar effectief het portaal wordt geopend in de eerste aflevering. Dus het is heel leuk om de eerste aflevering van Blue Shift en Half-Life 1 naast elkaar te leggen. Dat is wel leuk. Ik ga even eens terug naar hier. Volgens mij was er hier ook nog iets. Oké. Auw. Jee. Ah, maar ik hier Have door. A good one, Calhoun. Ah, nice. Nu kan ik hier door. Mooi. Voor de mensen die Half-Life 1 echt beu zijn. Sorry voor, maar dit zal de kortste Half-Life zijn. Want Half-Life zijn van de eerste drie Half-Lives. Dus ja, deze Let's Play zal 9 afleveringen zijn of zo, 8 afleveringen. En dan is het ook weer gedaan hoor. Oh, dat was per ongeluk. Yes. Dat was per ongeluk, maar oké, niemand geeft een fuck. Dus ik moet maar gewoon. Waar twee bullets versloeg me, daar altijd niet op aankomen. If you're zeker. Waiting for the tram to Sector G, yeah. Then you're probably better off walking it. I overheard someone say that all the trams on this fuck. End of the facility are having problems. Ja, problems. Wait, what? Waar kwam die explosie? Pff, what the fuck? Oké, laten we hier gewoon door. Allee, joh. Zeg, hoeveel schiet ik nou voor ongeluk? Laten we gewoon hier doorgaan en ja, we zien wat er van komt. Ik heb wel geen knife of zo, dus. Dat zou ook wel eens mogen komen. Ja, high voltage. Zo, we gaan nu openen. Ah ja, oké, nice. Oeh, ah, maar ik heb een flashlight, dus geen probleem. Nice. Mannen, deze is nou echt wel nee, top service. Godverdomme. Zeg alsjeblieft dat je bent. Hey, G-Man! Hey, waar ik alle meters ben. Waar is het trouwens met je player mogen open? Dus ik ga je dan altijd met die player mogen zien in deze spelletje. Ah, nu is het wel goed, dat effectief. Dat ding nog een lap. Amai, dat neemt ook zijn tijd, hè? Jongens, toch? Hahaha. Oh, dat is het. Oké, nice. Zo. Ik neem aan dat ik al bijna een sector G ben. Nee. Hier begon Half-Life 1. Hier begon Half-Life 1, denk ik. Of toch niet? Ik snap er niks van. Well, it's about time. We don't pay people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. Zeg. Wat is dat met alle player models in Half-Life Blue Shift? What the fuck? Doe normaal, gek. It's probably those anomalous materials people again. Always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. Hey, die hebben mij nou te pesten of hè? Zijn wel mijn maat en vriend, je moet toch niet zo praten over mijn maat alleen? Ik word gepest in Half-Life. Oh, ja, het is aan het gebeuren. Het portaal wordt geopend. Ja, dat komt er van als je geraafd doet, bitch. Ah. Oh, die wordt geriept. Ja, het is gebeurd. Alles is geopend. Oeh, oef. Zou ik die helpen? Ik moet ook dit. Ja, minder op spoor staan. Goed bezig. Maar die blijft terug. Oh boy. Oh, nee. Oh. Oh.
Deze is niet goed. Deze is niet goed, boys. Holy shit. Malsie vliegt je gewoon tegen de plafond als de lift zo snel naar beneden gaat. Maar oké. Okay. Duty calls. Ah. Dat is geil. En zie ik daar nou een crowbar liggen? Zie ik daar een crowbar liggen? Jazeker. En jammer, onze vriend. Onze tweede vriend. Is ook dood, ja. Oh. Nice. Het is zo van die auto-assist dingen, daar zijn ik niet voor. Dat was ook met die eerste kind vanuit Boosting Force. Oké. Okay. Kut beest. Maar op zich, die zijn niet zo. Eigenlijk zijn die totaal niet irritant. Ah, oké. Okay. Ah ja. Ah. Dat weet ik niet. Oké. Okay. En hoe moet ik dat weer regelen? Als maar aan, dat is een generator die ik offline moet zetten. En hij haalt al het licht uit. Maar alleen dat licht nog op en hier niet werkt. Ja, ik moet nog altijd maar af, ik zeg. Even zo. Nice. Ah ja. Hey. Ah, voilà. Ah. Oké, okay, dat is pretty scary. Waar moet ik? Oké, okay, voilà. Ja, dat zie je, nu werkt die deur. Mooi. Mijn lamp af, voilà. Ik kan hier nog leven. Wat? Bitch. Sinds wanneer moet je die zeker slaan? Dat doe ik niet. Maar... Fuck you. Fucking headcrab. Maar... Fucking headcrabs. Oké, okay, merci voor de ammo. Oké. Okay. Hey. Calhoun! Yeah. How did you get through the power lock? Well, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. Yeah. The canal is where you want to be. Dus ja, de militairen zijn er nog niet, maar... Please leave me alone. I don't want them to hear. If you want to escape, go through the canal. Through the canal. Dus hij is al aan het foreshadowen. Hij is al aan het foreshadowen dat de militairen ons gaan komen doden. En deze keer zijn de militairen niet meer onze allies, dus dat is fucking stoom. Maar oké. Okay. Ah, stoom, joh, het is weer terug. We zijn geen vrienden meer met de militairen. En ja, dat is nou jammer. Oh. Geregeld. Werkt dat? Nee. Alleen dat werkt. En dan open ik dat. Ik hoor ook nog iets aan het schijnen, een handgun, want tenslotte in de eerste Half-Life spelen die mannen alleen maar met... Where are you, bitch? Zo. Nice. Wat doe ik? Wat? Oké. Okay. Wat is hier de bedoeling van? Oh, fucking hell. Nice. Oké, okay, ik zie het al. Ik zal dit al verschuiven. Nice. Dan ga ik dit zo doen. Wat doe ik hier? Ik weet niet wat ik hiermee... Ah ja, dat doe ik er dus mee. Pak dat dat zo moet zijn. Oké, okay, dat zal ongeveer juist moeten zijn, neem ik aan. Nee.
dit val, dan dief ik in de void, maar ik val dus niet. Ze weten nog niet waar ik zit. Bitch. Fucking James Bond of zo. Wow. Kom hier, bitch. Volgens mij hebben die niet groot zeg. We moesten hier doorgaan, zei ze toch. Dus dat doen we maar ook doen. Wow, de E-rape. En wat doet dat? Oké, geen idee. Natuurlijk, maar het zal iets doen. Ah, ik zie al wat het is. Allee, toch hard die trap gaan. Godverdomme. Leuk dat fucking fatsoenlijk werkt. En dan heb ik hier al geld kwijt en trek nou toch op niks. Maar, er ligt wel een shotgun. Dat wil ik het ook wel goed doen. Wow. Zo. Zo. Nice. Cool, beast. Ah, wow. Ah, zie je shit. Even teruggaan, ik heb iets overgeslagen. Ah, nice. Aha, daar ben ik niet geweest. Ja, leuk dat ik dat fucking doen mag. Maar ik heb dat toch niet gedraaid. Ah, wauw, nu is dat wel gestopt een keer. Ja, jee. Gewoon heel tijd, eigenlijk al die tijd gewoon heel droog hier naartoe. En waarom ben ik dat gevoel te krijgen dat ik eigenlijk gewoon hier naartoe moest? Ik weet het mannen, proper is anders, maar het is nu even anders. Nice, dan kan ik mee naar boven zijn wegen. Allee, springt er natuurlijk op. Maar hoe, hey! Ja, nice. Niet. Nee, nee. Oké. Mooi. Zo. Geen idee wat ik net heb gedaan. Oké, nice. Hier liggen al sommige kogels. Maar ik moet dus duidelijk wel naar hier, want de, ja. Ah, ja, dat kan. Fuck you. Slet. Oké. Nice. Oké.
Wacht, die is wel een monsterke van Opposing Force. Ik ga de shotgun op. Zo, oké. Nice. Oh wow, 99. Hey! Oké, bitch. Oh, 13 kogels. Wat? Ik heb een endless safety gezien. Hey, je wordt al dood. Again, hoor. Oké, loop maar weg, zeg. Tfoe. Ja, blijf maar daar. Ik denk wel. Jongens. Gaat er nou iets stoppen? Oké. Mijn shotgun. En ik weet niet waar de fuck dat we zijn, maar ik denk dat we toe gaan nemen. Ja. Oké. Oké, maar deze is wel een heel mooi moment om deze video af te sluiten, weet ik niet. Oké, maar waarvoor is deze rem? Die rem heeft het al geen nut, maar we hebben heel veel gedaan in de eerste aflevering, vind ik. En daarom vind ik het ook mooi bedoelen. En daarom vind ik het ook een mooi moment om deze video af te sluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauwruimpje omhoog, en de volgende keer, en de volgende keer meer. En tegen de volgende keer heb ik opgezocht wie dat op die foto is. En ik zei, ciao.